Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanuit de lucht een paar wolkensluier boven ons land. Maar van het westen uit wordt de wolking geleidelijk aan dikker. Vanochtend nog niet, dan is de zon nog geregeld te zien. Het blijft ook droog. Het is ook zacht met 8 tot 10 graden. En er staat niet al te veel wind vanuit het zuiden. Hooguit windkracht 2 tot 4. Ook vanmiddag staat er niet veel wind. De bewolking wordt geleidelijk aan dikker, maar het blijft droog. En de temperatuur loopt op naar 11 tot 14 graden. En dat is super zacht voor de tijd van het jaar. Vanavond, dan is de bewolking dik genoeg voor regen. Van het westen uit gaat het regenen. Het is niet koud met 10 tot 11 graden en de wind gaat geleidelijk aan draaien naar het noordwesten en trekt aan zee aan tot windkracht 5. En morgen ziet het er weer aardig uit met geregelde zon tussen de wolken door, maar ten zuiden van de grote rivieren is kans op wat regen en de temperatuur blijft iets achter, het wordt 9 tot 11 graden en de wind draait naar het westen. Dinsdag dan is het tijdelijk minder zacht met 7 tot 9 graden. Er zijn veel wolken en vooral in het zuiden kan er wat regen vallen. Woensdag en donderdag dan gaat de temperatuur weer iets omhoog naar 9 tot 10 graden. Maar ook dan kan er wat regen vallen. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.